De ijshockeyers van Heisde Heeken waren dit weekend toe aan de vijfde wedstrijd van het seizoen. Na winst van de Ron Bertelingschaal werd er in de competitie ook gewonnen van Geleen, Tilburg en het Belgische Herentals. Zaterdagavond in de Uithof was het de beurt aan de Amsterdam G's om op de Haagse slagbank terecht te komen. Of liep het toch anders? Zaterdagavond zo'n 700 supporters op de tribune in het Uithof. En Amsterdam kwam op bezoek bij Heijs. Hier de eerste kans in de eerste periode van Rafa Jolie. Keeper Jasper van Duin redt. Toen nog wel. Een paar minuten later. Marco Postma achter het doel. En daar staat de vrije Rafael Jolie met de 1-0. De verwachte 1-0 die kwam al in de vijfde minuut. Heijs was in de eerste periode oppermachtig en de Amsterdam G's hadden niks in te brengen. Sporadisch probeerden de Amsterdammers eruit te komen, maar elke keer stond de Haagse defensie paraat. Hier goed storend werk van Eddie de Grosso en AJ Mikkelsen kan namens de Haagse defensie onderscheppen. Een paar minuten later in de zevende minuut. Aanval van Amsterdam wordt makkelijk onderschept door Jordi van Oorschot. En dan de uitval van Heijs. Postma. Ziet de vrije Jolie. Die paast op Natte. Die mist. En de rebound is voor Postma net naast. Hij raakte de puck net niet lekker. Een paar minuten later was het wel raak. Hier de aanval van achteruit. Goeie paas. En daar staat Levi Houkes. Prachtige paas. 2-0. En dat is dik en dik verdiend. En Heijs liet het daar niet bij. Heijs ging gewoon door. De eerste lijn van Heijs op het ijs. Houkes op de blauwe lijn terug naar AJ Mikkelsen. En daar de vrije Brandon Campos met de 3-0. Het eerste doelpunt van de Canadees namens zijn nieuwe werkgever Heijs. En nog was die eerste periode niet voorbij. Arme Jasper van Duin goalie van Amsterdam. Want Heijs bleef maar aanvallen op het Amsterdamse doel. Nico Sacchetti met de 4-0. Goed aangegeven door zijn landgenoot Eddie Del Grosso. Deed Amsterdam in de eerste periode dan helemaal niets. Nou, op het laatst van de eerste periode wel. In de powerplay situatie een aantal aanvallen op het doel van de Slovaak Thomas Peck. Hij hield zijn doel schoon. 4-0 na de eerste periode. En Heijs was in de tweede periode ook oppermachtig. Ook was hier een goede kans voor de Amsterdammers, maar Kelvin Polman mist. Iets later. Ronald Wurm, op goed aangegeven van Stacey van Bentum. Hij brengt 6-0. 5-0 was al eerder gemaakt door Jan-Jaap Natte. Maar hier is de 6-0 en een zeer duidelijke overwinning tekent zich af. Rafael Jolie, goede solo. 7-0. Het gaat heel hard in het begin van die tweede periode. En dat was het sein voor coach Alexander Selifanov om ook zijn keeper te wisselen. Fabian Schotel vervangt de Slovaak Thomas Peck. Fabian Schotel, vorig jaar nog tweede keeper achter Imre Petrik, is nu ook de tweede keeper van Heijs. Maar hij heeft pech. Een powerplay situatie voor de Amsterdammers en dat is de 7-1 door John Versteeg. Hij stond compleet vrij. Fabian Schotel gaat hier vrij uit. Heijs was oppermachtig, kreeg enorm veel kansen in die tweede periode. Niet alles ging raken. Hier Stacey van Bentum net naast. Aan het eind van die tweede periode toch weer Haagse doelpunten. Rafael Jolie, 9-1. Ja, we hadden de 8-1, hebben we maar even laten lopen. Maar dit is al de 9-1. En met deze stand kon Heijs het zich permitteren om in de derde periode rustig aan te doen. De eerste 10 minuten gebeurde er niet veel. Hier een goede kans van Oosterveld van Amsterdam. Maar keeper Schotel redt bekwaam. En na de 10-1 van Mike Hofman ging de doelpuntmachine weer lopen. Hier is het Jan-Jaap Natte die op aangeven van Jolie de 11-1 aantekent. Amsterdam werd er moedeloos van, kon niks beginnen. Coach Ron Betteling van Amsterdam G's kon praten als brugman, maar de Amsterdamse defensie was zo lekker als een mandje. Ronald Wurm profiteert van de fout van achterin, 12 tegen 1. Een ongelofelijke afstraffing voor de Amsterdammers en het zou zelfs erger worden. Want uiteindelijk werd het 14 tegen 1. En door deze zege pakt hij eens 3 punten voor de competitie. En is daarmee koploper de Friesland Flyers tot op 1 punt genaderd. Levi Houkes, 14 tegen 1 is niet leuk. Ja, het is wel leuk. Natuurlijk, Amsterdam werkt altijd hard. Je scoort 4 doelpunten in de eerste periode. De kopjes gaan hangen en we blijven op hoog tempo doorspelen. Dan was het 14-1 geworden. Als we ook ingezakt waren, dan was het misschien 9-1, 8-1 geworden. Maar we hebben goed doorgespeeld, dus dat is belangrijk. Ja, het was wel makkelijk, maar de jongens hebben wel heel goed gespeeld. En was wel een makkelijke wedstrijd, maar we hebben wel hard gewerkt. En daar krijg je, als je gaat hard werken,
Je maakte zelf 2, 3 assists. Lekkere wedstrijd gespeeld? Ja, lekkere wedstrijd. Het was de tweede wedstrijd met mijn lijn met Campos en Cicchetti. Ik ben omgerolen met Jolie en ja, we hebben een week samen getraind en je ziet dat het goed gaat. We kunnen elkaar goed vinden, we begrijpen elkaar en dat is ook belangrijk. En voor jezelf ook? 3 doelpunten? Ja, 3 doelpunten is ook, ook leuk. Altijd leuk als je doelpunten maakt. Jij komt zelf van Eindhoven, kom je hier bij een heel vernieuwd Heijs de Heek. Wat vind je van dit team? Ik denk dat we een goed team hebben. Allemaal nieuwe jongens is misschien wel een keer goed. Weten de competitie niet, werken allemaal hard. Willen een stapje hoger op misschien naar volgend jaar of naar dit jaar. En ja, het is een heel stuk anders dan Eindhoven natuurlijk. Eindhoven heeft heel veel Nederlandse jongens. Was je zelf een beetje de grote man. En ja, hier bij Den Haag zijn er meerdere. Maar we kunnen allemaal goed met elkaar en het loopt allemaal goed. Dus, Je komt zelf van Tilburg vandaan, kom je ineens bij dit Heijs uit. Wat voor team is dit dan? Het is wel een ander team. En, ja, in Tilburg waren we echt een jongere team. En nu zijn we een beetje een oudere team. Een beetje meer matuur. Meer volwassen. Het is de 5e wedstrijd voor Heijs nu. 5 keer winst. Een lekker begin van het seizoen. Ja, heel lekker. Tegen Gleen 2 keer gewonnen. Tilburg uitgewonnen. Tegen Gleen hadden we eigenlijk ook meer moeten winnen. Maar er stond Heino in goal. Een paar goede reddingen. Ja, het gaat lekker zover. Dus morgen nog winnen en dan volgend weekend een heel belangrijk weekend. Heerenveen thuis, Eindhoven uit. En dan eigenlijk kunnen we die vrijdag zien tegen Heerenveen waar we eigenlijk staan. Hebben jullie nou onderling al uitgesproken wat jullie ambitie van dit seizoen is? Ja, dat is vanaf het begin natuurlijk al de Ron Bertling schaal pakken, de beker pakken en kampioen worden. We zijn op de goede weg nou, dus die lijn moeten we doortrekken. Ja, voor mij maakt het niet uit. Als we alles winnen, ben ik blij.